Veel dieren gebruiken seksferomonen bij het vinden van een partner. Er zijn aantrekkelijke en onaantrekkelijke dieren. En wat maakt nou een dier aantrekkelijk of onaantrekkelijk? Dat zijn die geuren. Partners die elkaar voornamelijk aantrekkelijk vinden, hebben een verschillend immuunsysteem. En zo worden dus jongen geboren met een zo gevarieerd mogelijk immuunpakket, zodat die bestand zijn tegen allerlei ziektes in de wereld. Als partners niet tot elkaar aangetrokken zijn, dan vindt er geen paring plaats en dus geen genetische uitwisseling. En dat is nou precies wat soorten zijn. Die wisselen wel of niet genetisch met elkaar uit. Wij onderzoeken deze vraag bij nachtvlinders. Want nachtvlinders zijn daar uitstekend voor geschikt omdat ze uitsluitend hun partner kiezen en vinden door middel van seksferomonen. Vrouwtjes hebben een hele specifieke klier waarin deze geur geproduceerd wordt. En als ze hun klier uitzetten, dan komen die geur vrij en dan worden er mannetjes van heinde en ver aangetrokken. Heel veel motten zijn belangrijke plagen in onze gewassen. De rupsen ervan, dus de jongen ervan, die eten zo'n 30% van onze gewassen op. En wat blijkt, als je de lucht bezwangert met seksferomoon, dan kunnen de mannetjes de vrouwtjes niet meer vinden. En als ze elkaar niet meer kunnen vinden, is er dus geen paring en dus geen rupsen die onze gewassen kunnen opeten. En dit wordt bijvoorbeeld al gebruikt in onze Nederlandse fruitteelt, waarbij de fruitmot bestreden wordt door middel van seksferomonen en er niet meer gespoten hoeft te worden tegen deze plaag. Nou, hoe zit het nou met seksferomonen bij de mens? Die vraag krijg ik natuurlijk heel vaak. En er is wel onderzoek naar gedaan, voornamelijk t-shirt-experimenten, waarbij mannen of vrouwen een t-shirt een paar dagen moesten dragen, om dan te zien van welke geur vonden mensen nou het meest interessant en lekker. En wat bleek? Mannen vonden de t-shirts van vrouwen het lekkerst ruiken die bij hun eisprong zat, die dus bezwangerd konden worden. Maar het enige stofje wat tot nog toe geïdentificeerd is, is androstenon. En androstenon is een stof waarvan we weten dat die gebruikt wordt in de fokkerij. Namelijk bij varkens en bij koeien wordt het gebruikt om een ejaculatie te bewerkstelligen. Nou, bij mensen is dat in ieder geval niet het geval. En ik denk dat bij mensen het seksferomoon voornamelijk belangrijk is bij de afstoting. Dus je kan wel aangetrokken zijn tot bepaalde individuen, maar als diegene niet lekker ruikt, dan komt het niet tot seks. En misschien is daarom de parfumindustrie wel zo'n big business om die negatieve geurtjes te maskeren.